Opeens gingen in Libanon duizenden piepers af en die ontploften. Ze waren van leden van de Hezbollah, waarvan velen zwaar gewond raakten en er kwamen ook enkele mensen om het leven. Niemand twijfelt eraan dat het een actie van Israël is geweest. Maar waarom is die nu uitgevoerd? Ralf Dekkers, onze correspondent vanuit Israël. Ja, Ralf, we zagen die beelden van een markt. Een man die volgens mij groente of fruit stond uit te zoeken en opeens was het boom. In één keer boom, ja, door heel het land, ook in Syrië, in de Syrische wijk van Damascus, zou mogelijk 7 doden zijn gevallen. In Libanon dus 9 op het moment en 2800 gewonden. En inderdaad, van noord naar zuid, in Beirut, overal vielen rond 3:30 'smiddags, vielen ze allemaal op de grond. Oftewel, in de zak was de pieper geëxplodeerd, of ze hadden het net op het moment in de hand. En veel handen verloren, ogen kwijtgeraakt, een groot bloedbad eigenlijk, zonder dat er al te veel doden zijn gevallen. Ja, voor de wat oudere mensen, de pieper was vroeger gemeengoed. Of je nou in een ziekenhuis werkte of liftmonteur was, in ieder geval, er was geen mobiele telefoon. Is er gewoon iets simpels bedacht van, de Hezbollah gebruikt piepers en dan stoppen we een explosief in? Inderdaad, Hezbollah heeft jaren geleden al besloten om niet meer gebruik te maken van mobiele telefoons, omdat die te makkelijk gehackt zouden kunnen worden door Israël. En daarom gingen ze low-tech, ze gingen naar de aloude pieper. Maar ja, die wist Israël, zo blijkt nu uit steeds meer berichtgeving, dat ze die inderdaad al tijdens het productieproces hebben voorzien van explosieven. Het is van een Taiwanese merk, maar de pieper zou in Hongarije zijn geproduceerd en afgelopen lente naar Libanon zijn gebracht. Ja, hier wordt al gezegd van Orbán, de premier van Hongarije, is een goede vriend van Israël, van Netanyahu. Dus misschien hebben zij samen iets bekokstoofd. Ja, als je nu even vanuit Hezbollah denkt, dan denk je van, hey, we hebben een paar duizend piepers. En die worden oud, we hebben nieuwe nodig. Abdul, ik zeg het nu even heel simpel, ga jij even nieuw bestellen? En die gaat gewoon online kijken en die bestelt dat. Ergens, ik maak het nu heel simpel, maar ergens in die route moet er een soort seintje zijn gegaan naar Israël. Inderdaad, ik denk dat Abdul zich grote zorgen zou moeten maken als hij nog in leven is. Inderdaad, dat zal waarschijnlijk Hezbollah als eerste gaan doen, intern onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ze hebben uiteraard ook al gedreigd met een wraakactie richting Israël, die ongetwijfeld zal komen, want duizenden gewonden, zeker 9 doden. En Hezbollah staat wereldwijd te kijken, dus er moet een reactie volgen. Die zal ongetwijfeld de komende dagen en anders de komende weken komen. Ja, je hebt natuurlijk, het kan natuurlijk high-tech zijn geweest, dat je letterlijk dat die bestelling hebt gehoord of hebt gemerkt of een melding van hebt gekregen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de Israëlische geheime dienst een hele sterke informatiepositie heeft binnen Hezbollah. Dat hebben ze sowieso in de regio, zo hebben de afgelopen maanden aangetoond. Met acties in Iran, waar ze de leider van Hamas wisten te liquideren. Vorige week nog een grondoperatie in Syrië. En in Hezbollah, of in Libanon, hebben ze ook al verschillende keren geopereerd. En dan met dit dus als toppunt. Waarschijnlijk, er wordt hier nu gezegd dat het idee was om dat wapen, de explosie van al die piepers, niet nu in te zetten, maar tijdens het begin van een grote militaire operatie tegen Hezbollah. Maar de afgelopen dagen werd duidelijk dat sommige Hezbollah-leden het een en ander vermoeden dat er gerommeld was aan die piepers. Daarom zou men hebben besloten om gisteren rond 3:30 middags op de knop te drukken en duizenden apparaatjes te laten exploderen. Ja, je zit in een lastige politieke situatie. Netanyahu staat sowieso al onder druk. Gaza lijkt een beetje te zijn afgerond. De focus verlegt zich nu naar het noorden. Je hebt natuurlijk hele grote groepen in Israël die daar niet meer kunnen wonen vanwege raketten van de Hezbollah. Hij wil de minister van Defensie weg hebben. Hoe is nu de politieke energie daar? Want een grondoorlog, een invasie in Zuid-Libanon is toch wel weer van een heel ander formaat dan dat het van bij Gaza is.
Inderdaad, ze hebben in het verleden natuurlijk al 15 jaar gezeten in het zuiden van Libanon. En nou, niemand zit eigenlijk te wachten opnieuw zo'n groot avontuur. Maar aan de andere kant, een grote meerderheid van de bevolking die vindt het welletjes. Die vinden van die mensen die 60.000 Israëli's die zijn weggetrokken, die moeten kunnen terugkeren naar hun huizen. Dus de support voor zo'n grondoffensief dat groeit met de dag. En men is ook aan de tijd gebonden, want de winter komt eraan. Winter is coming, zeggen ze hier. En nou ja, de komende 2 maanden zou men nog een grondoperatie kunnen beginnen. Gebeurt dat niet, dan zal men tot de lente waarschijnlijk moeten wachten. En ze zeggen hier van ja, we kunnen niet nog een half jaar die mensen in noodwoningen laten zitten. We moeten dat grondoffensief beginnen. En zoals je zegt, ook politiek, Netanyahu zou een steeds grotere voorstander ervan zijn om zo'n grondoperatie te beginnen. Gallant, de minister van Defensie, is wat terughoudender. Die wordt mogelijk nu op een zijspoor gezet. Ja, wat we natuurlijk nooit weten met Netanyahu is, zijn zijn intenties behoud van de eigen politieke positie? Of gaat het om het belang van Israël? Daar krijgt hij ook vaak natuurlijk de nodige kritiek over. Als jij daaraan denkt, staat dat daar nu echt los van? Gaat het echt om het belang van die 60.000 Israëli's in het noorden? Het is cynisch, maar ik denk ook realistisch om te zeggen dat hier het belang van Netanyahu zelf, zijn persoonlijke belang, zwaar weegt. Een groot deel van de legertop zegt van oké, Hezbollah is een gevaar, maar dat gevaar hoeven we niet nu aan te pakken. Het leger is moe. We hebben al een jaar oorlog gevoerd in Gaza. Het materieel dient gecontroleerd, schoongemaakt te worden. Munitie dient aangevuld te worden. Laten we een deal sluiten met Hamas, indien mogelijk, en proberen die gijzelaars terug te krijgen. Dat we in ieder geval een break hebben, ook van die raketten uit het noorden. En dan kunnen we altijd nog verder gaan. Maar Netanyahu, die onder druk staat van zijn extreemrechtse coalitiepartners, die zegt van nee, we moeten nu opereren, we moeten nu een militaire operatie beginnen. En dat is waarschijnlijk ingegeven door zijn politieke situatie, want hij wil zijn meerderheid houden, hij wil zijn regering voortzetten. Komt hij niet in actie in Libanon, dan komt dat in gevaar. Ja, tot slot, Ralf. In Amerika heb je veel politieke commentatoren die zeggen een van de grootste invloeden van de Amerikaanse verkiezing kan een oorlog in het Midden-Oosten zijn. Wat hoor je Israëlische commentatoren daarover zeggen? Ja, 5 april, of is het 5 november zijn hier de presidentsverkiezingen. Er wordt hier gezegd dat Netanyahu mogelijk wacht tot 6 november. Met een eventueel groot offensief in Libanon. Omdat hij verwacht natuurlijk meer steun te hebben van Donald Trump, mocht hij verkozen worden tot nieuwe president. Dus de komende 2 maanden zullen heel spannend zijn. Kijk, deze operatie van gisteren kan natuurlijk een reden zijn voor Hezbollah om met een grote rakettenregen richting Tel Aviv te komen. Ja, gebeurt dat, dan zal Israël toeslaan en dan komt men in een neerwaartse spiraal terecht dat die oorlog er al voor 5 november zal komen. Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv, dankjewel.